Cultuur staat ver van de Zeeuwen af, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want in geen enkele andere provincie moeten inwoners zoveel kilometers reizen naar een theater, museum of een bibliotheek. Maar veel Zeeuwse kernen hebben daar wat op gevonden. Ellewoudsdijk bijvoorbeeld mag dan geen concertzaal of museum hebben. Het heeft wel het kerkje van Ellis Diek, met een heel breed cultureel aanbod. Dus we hebben hier een heel gevarieerd aanbod. We hebben bijvoorbeeld nu afgelopen maand hebben wij een prachtig nieuwjaarsconcert gehad met Veers Scheepstuig. Daarnaast hebben wij een Holland Tour gehad met drie top solisten uit de wereld, met Mathieu van Bellen. We hebben hier een herdenking gehad van de watersnood met een prachtige vertelster die de verhalen vertelde rond de watersnood. Nou, met zo'n programma zou je overal scoren. En in Rittem is misschien geen bibliotheek, maar boeken die je bestelt via het internet worden keurig afgeleverd in het dorpshuis. Dat kan. Het is een initiatief van de bibliotheek. Ik denk dat dat ook ergens te maken heeft met bezuinigingen. De bibliobus is verdwenen in Rittem. Maar ik denk het alternatief wat ze nu bieden, ik denk dat het een heel goed product is. En ik denk ook iets voor de toekomst. Dus in die zin, ver weg van de burger. Ik denk dat de bibliotheek juist naar je toe komt. Meer als met de bus nog. Dus in die zin denk ik dat het een goede aanvulling is. Want er zijn heel wat mensen Rittem die boeken lenen. Nu ben je straks niet meer gebonden aan een bepaalde rit van een voertuig waar je dan snel even in en uit moet. Vanaf eind maart is het dorpshuis vanaf dinsdag tot en met zondag iedere dag open. Dus zijn de mensen in de zomer in ieder geval in de gelegenheid om iedere dag, wanneer het hun uitkomt, in de openingstijden van dorpshuizen hun boeken op te halen. En zo lijkt Zeeland zijn eigen oplossing gevonden te hebben voor de krimp op cultuurgebied. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk niet. Ellewoudsdijk heeft maar 400 inwoners. Dus ik bedoel, als we hier 20 mensen hebben, dat betekent dat er ongeveer 5% van de bevolking al naar een culturele voorstelling gaat. Nou, dat vind je in de grootste steden absoluut niet, dat er 5% naar een culturele voorstelling gaat. Ik denk dat het op deze manier ontzettend goed opgelost is, ja.